Blond had die bal beter kunnen pasen op Fraser, dacht ik. Goede positie dekken van Plomp in dit geval, die een dekking overnam. Patinama op rechts op Verrips. Alflen moet die bal in het 16 meter gebied brengen. Mooie schaar, trekken. Ingekomen, goal! Schitterend Johan van Loen. Na prima werk van Alflen op rechts. Na die mooie schaarbeweging. Utrecht komt aan de leiding. Via van Loen, 22 minuten zijn onderweg. En daar geslagen door Marleen de Berger. De tweede helft is 1 minuut en 55 seconden oud, terwijl u kijkt naar die uittrap van Ede. Als Utrecht zo speelt in deze tweede als in de eerste helft, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Dan is het halleluja na 90 minuten. Want Lask heeft niet één kans gehad, overigens één wissel bij Lask. Patseka is in de ploeg gekomen van Meister. Goede beweging. De Kok had die bal misschien beter hoog op kunnen geven voor Van Loen. Foutief uitverdedigen. Steinman ineens, goal! Fantastisch. Prachtig werk voor FC Utrecht en ook van Loen. Fout links in die achterhoede. Overigens ook dat bij Lask. Van Loen kreeg die bal alsnog te pakken en gaf hem voor. We kijken er nog eens naar. Hier wordt er dus zwak uitverdedigd. Achterin. En let u even op Van Loen. Die blijft op die bal jagen. Gaat naar de achterlijn, trekt die bal voor. En dan neemt Steinman al het risico, een volley. En het...